Dus tussen hoppen en stoppen, straks trouwens die Urban Top 10, vandaag iets later dan normaal. Maar nog steeds wel Germaine Federoze in de studio. Nadine Foundation, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Daar heb jij inderdaad heel veel mee te maken en die nieuwe track, die we zo ook zo meteen gaan draaien. Die site, daar staat echt heel veel informatie op. Onder andere ook de 22e juni. Kun je daar al iets over... Ja, ik kan daarover vertellen dat dat de verjaardag is. Een geboortedag eigenlijk van Nadine Deensterboer. En op die dag zal een onthulling plaatsvinden van Vlinderhoeds. En er zit een heel programma, wordt eraan gewijd. Een heel bijzonder programma. En dat is allemaal terug te vinden op de website www.foundation.nl. En ik zal op die dag ook het nummer Slave Beauty ten gehore brengen. En dan hoop ik dat ik niet maar er gingen wat geruchten rond op dat ik dat zou playbacken, maar daar kies ik niet voor. Dus ik ga er gewoon voor. Ja, dat, dat is eigenlijk wel mooi inderdaad. En als er dan emotie bij komt, dan heb je dat toch niet in de hand. En, ik moet dat dan even uitschakelen. Ja. Klinkt net een robot. Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel ook heel professioneel aan je kant. En, maar goed, je hebt dat wat ik ook al zei, je kan het ook niet in de hand hebben. En als er iets gebeurt, dan zei het zo, toch? Ja, en uit ervaring kan ik spreken dat ik dat wel eens mee heb gemaakt. Maar dan kan je wel snel weer vatten. Kijk, het moment komt en je voelt dan die brok in je keel. Maar als je er even niet meer jezelf op concentreert, dan kan je er overheen. Ja, even heel veel stappen terug. Hoe is die koppeling eigenlijk gekomen met de foundation en met jou? Ja, dat is heel bijzonder. Ik was in een ander programma, een televisieprogramma, te zien. En daar had iemand mij opgemerkt en die wilde per se in contact komen. Dat was de heer Jacobs. Een hele lieve man die zeep begooit. Dat vond ik echt heel leuk. Die zich inzet voor allerlei goede doelen, maar zelf ook slachtoffer is helaas. Ja, die had mijn hart gestolen aan tafel toen ik begon te huilen en zei, je moet iets doen en ik weet dat je, en ik zat al in het Slave of Beauty project, alleen dat was een dance-project, dat had een heel andere, een andere draai, een andere insteek. Alhoewel de doelstellingen kern hetzelfde waren, namelijk ik zou het opdragen aan slachtoffers van zinloos geweld. En ik keek hem aan en ik zei, ik moet hier gewoon heel even over nadenken. En binnen 24 uur had ik het. Ik dacht van, dit project is dan nu van Germaine, maar dat ga ik dan aan Nadine opdragen. En dan wordt het haar gezicht. Dat betekent ook meteen, dat wist ik op dat moment, betekende dat ik de clip zou herschrijven. Alles moest vervangen, iedereen moest bellen, het hele team inlichten. Van jongens, het gaat heel anders worden nu. Maar het allerbelangrijkste was mijn vertrekpunt. En dat was... het gevoel van de ouders van Nadine, Wanda en Jacques, en natuurlijk ook haar zusje Jacqueline, wilde ik weten wat zij van het nummer vonden. En inmiddels had ik in die week, kort daarvoor, een slow version ervan. En na een paar dagen ging mijn telefoon van, we zijn er helemaal weg van. Toen was het voor mij heel snel gekeken. Het is natuurlijk ook wel een spannend moment, wat zijn er dan van? Ja, en daar kun je ook echt niet op instellen. Dat is van, iemand vindt iets mooi of niet. Ja. En dat is met deze plaat absoluut. Ik heb hem natuurlijk al zo vaak gehoord, zeker op de opnamedagen, als wanneer de clip dan geschoten wordt. Nog steeds vind ik hem ik vind hem zelf ook nog steeds mooi. Mm-hmm. Ja, je eigen moet mezelf zeggen, dat ga ik nou zeggen. Ja, je bent in ieder geval niet bescheiden, dat zie je, toch? Hartstikke goed. En je had ook nog iets bij je. Vertel even. Ik heb het boek heen genomen, Los van de Polders. Ja. Mam, ik bel je zo terug. Dit is een hartverscheurend boek, welk ik binnen 24 uur inderdaad uit heb gelezen. Ik zeg het op deze manier, omdat dit boekje gewoon aangrijpt. Hij is op twee manieren geschreven, dat kan ik er al wel over verklappen. De daadwerkelijk gebeurtenissen zoals het op dat moment allemaal is gegaan, met een stukje kennismaking van de geboorte van Nadine. Maar ook het gevoel van haar moeder Wanda. En dat is zo moeilijk om te lezen. En zeker voor empathische mensen met heel veel gevoel en inlevingsvermogen. Ik ken mensen die er niet bij heen komen. Ik heb er heel veel moeite mee gehad en ik zelf heb gewoon doorgezet. Maar ik heb wel tussendoor een mailtje gestuurd naar Wanda. Van Wanda, dit is heel zwaar. En het boek beschrijft het verhaal van
naar dingen van A tot Z, dus ook het gruwelijk voorval zelf. En dat wordt echt tot in detail beschreven. En ik wist dat dat eraan kwam, dus ik zal aangeven wanneer had je het moeilijk. Los van de gevoelens en het meeleven was wel dat je wist van, oh, dit is toch echt... Ze trapte gewoon met haar beide in en ook herkenbaar voor jezelf. Ik herken dit, ik zou waarschijnlijk hetzelfde... Je hebt met iemand een relatie gehad waar je in hebt geloofd, daar hield je van. En misschien hield ze daar nog ergens van. Of vind je iemand zielig later en wil je het op de goede manier afhandelen en ga je er nog naartoe. Niet wetende dat je eigenlijk in een val van je eigen dood... Ja. Man, ik bel je zo terug. Zo heet het boek, hè? Ja, dat boek wil ik je graag overhandigen. Nou, ja, super. Dat er een verrassing aan zat te komen. Dankjewel. Dat is voor jou. Oké. Dat, nou super, dankjewel Germaine. Dat, ja, ik hoop dat je hem ook gaat lezen. Ja. En je weet dat je iets in het gastenboek achter wil laten. Dat stellen de ouders van Nadine wereldreis. En wat je ervan vond. En wie weet ook met je lezer en met je luisteraars zou willen delen. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Dat, fantastisch initiatief in ieder geval. En we gaan er zo direct nog even verder over praten. Maar nu nog even naar jouw plaat. Ja. Flame of Beauty. Ja, het is allemaal live, dus we gaan even kijken of ik hem ook allemaal op... Ja, nee, ik heb hem bijna klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Zullen we de platen maar gewoon even gaan draaien meteen? Maar je weet dat het niet altijd is. Van Flame of Beauty, dat is schoonheidsslaap. Dat zijn vrouwen die gewoon heel mooi zijn, maar iedereen denkt dat het alleen maar aan de buitenkant is. Maar dat bedoel ik ook absoluut op de binnenkant en goed van vertrouwen, wat vaak al richting naïef gaat. Dat zijn slaven. Worden slaaf van hun eigen vertrouwen, goede vertrouwen en liefde eigenlijk. Wat een. Dat is slaven. Indrukwekkend wel. Ja. We gaan er eventjes van genieten. Ja. We praten zo verder. Ja.